allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou lieve mensen, we zijn aangekomen bij deel 9 van woordenalchemie. En we gaan het hebben in deze video over de eerste geschriften, ja, de commerciële geschriften, waarvan wij mogen weten dat dat de oudste waren van nu. Ja? Nou, we weten natuurlijk dat er een taal moe was, waar geen negatieve energie in was, geen negatieve trillingen. Eigenlijk de taal van de liefde. Hè? En daar waren ook geschriften, alleen helaas kan ik deze niet terugvinden, waardoor ik jullie deze liefde natuurlijk zou kunnen laten zien. Maar ja, we gaan eventjes naar de commerciële geschriften, waarvan ze nu in onze geschiedenisboeken natuurlijk bekend staan en die je mag weten. Nou, de oudste geschrift van nu is het Sumerische geschrift. En het Sumerië was wat nu Irak is. En Irak heeft een gigantische, ja, interessante historie waarvan ik achter ben gekomen. En dat is wel heel erg leuk, want ja, je bent al die talen aan het onderzoeken en dan kom je gigantisch veel geschiedenis tegen. Ook over het land zelf en over de mensen en over de cultuur en over de religies. En ja, wat spraken ze dan eigenlijk? En ja, wat is nou eigenlijk de oorsprong van een woord? En ja, daar kom je hele bijzondere dingen tegen waarvan je denkt, that makes sense. Want dat is allemaal aan elkaar gelinkt. Nou, Irak bestond ongeveer zoiets van 10.000 jaar. Eerdere benamingen van Irak waren Sumerië, Akkad, Chaldea, Babylonië en het tweestromenland Mesopotamië. Ja? Dus eerst heette het Sumerië en daar kwamen dus de Sumeriërs vandaan en de bewoners van het zuidelijke deel van Mesopotamië. Het is met geen enkele andere bekende taal verwant en geldt daarom als isolaat. Nou, wat is nou isolaat als het dus niet meer verwant is met iets, hè? Dus niet meer terug te herleiden is. Of dat je denkt van nou, bijvoorbeeld ons alfabet stamt af van het Grieks en dat komt weer van het Fenicische. En het stamt allemaal een beetje ergens vanaf. Nou, het Sumerische kunnen ze dan ergens een verwantschap aan vinden. En dat stond dan op kleitabletten, dat waren pictogrammen, laat ik hier ook zien. En ja, die pictogrammen, die konden in, ja, met één beeld konden ze al een hele zin verklaren eigenlijk wat ze, ja, wat ze bedoelden. Je ziet het ook hier, dat is dan het Mesopotamië, dus dat is wat later, wat ouder. Als je hier de bovenste rij ziet, dus fish, bird, axe, arrow en bottle, nou, dan zie je nog ergens waar het op lijkt. Nou, dan ga je al naar de eeuw daarna, maar dan zie je al dat het minder, ja, ergens op begint te lijken. Dus het wordt wat abstracter. Dan zie je hieronder, de onderste lijn, dan zie je dat het alleen maar nog streepjes met pijlvormige, ja, ideeën had. Hè. Het is niet meer terug te herleiden wat ze daar nou eigenlijk mee bedoelen. Dus dat hele idee van pictogrammen, dus beelden, hè, pictures, dat is een beetje aan het vervagen gegaan. En ja, dat heeft zijn eigen draai gekregen. En later is het hele Sumerische is dus tot verval gekomen. En verdwenen eigenlijk die taal. Omdat andere talen dominanter werden. En ja, die hebben dat dus helemaal verdrongen. En vooral toen het Latijnse alfabet kwam. Toen is dat helemaal verdwenen, zeg maar, die taal. Nou, zal ik hier een stukje voorlezen over het Sumerische spijkerschrift. Het Sumerisch was een agglutinerende en ergatieve taal die met zekerheid van het late vierde millennium tot K2000 voor Christus gesproken werd. Met betrekking tot de proto-literaire spijkerschriftteksten uit de Uruk-periode is er nog steeds wetenschappelijk debat over de vraag in hoeverre deze teksten reeds attestaties zijn van de Sumerische taal. In dat geval is het Sumerisch de oudst bekende taal uit het verleden van de mens. Nou, bekende taal, hè, lieve mensen. Het is niet de oudste taal, maar het is de taal die wij mogen weten, waarvan die bekend staat, wat zij kunnen vinden zogenaamd. Hè? Er is veel meer wat ze ons niet vertellen. Dus het is niet de oudste taal, maar de commerciële oude taal, noem ik het maar. De taal op zich is uiteraard ouder. Kijk, daar gaan we al. Alleen daar zijn geen materiële bewijzen voor. Nee, ze zoeken natuurlijk naar materieel bewijs, of kleistukken, dit soort dingen, potten, pannen, weet ik het veel. Waar die schrift ergens op te vinden is, of misschien ergens in de bergen gegraveerd zijn. Nou, dus natuurlijk is die veel ouder.
De Urk-teksten kunnen echter wellicht ook gezien worden als een pictografisch-ideografische schrift, onafhankelijk te gebruiken van een specifieke taal. Het Sumerisch is een van de eerste talen, of misschien wel de eerste taal, waarvoor een schrift ontwikkeld is en die kan bogen op een uitgebreide literatuur. Nou, dat is natuurlijk ook niet zo, er zijn nog veel meer, of misschien wel eentje daarvoor, ja, waar gewoon een normale taal is met schrift, zodat je dingen kan vertalen naar iemand. Na ongeveer 2000 voor Christus werd het Sumerisch als gesproken taal voorgoed verdrongen door de nieuw in Mesopotamië geïntroduceerde Semitische talen, het Akkadisch. Het Sumerisch bleef daarna echter nog wel in gebruik als cultuurtaal en voor beleving van de godsdienstige tradities. Nou, hun geloofden dus in allerlei verschillende goden, dus in elke stad had je een eigen god. Dus de religies van de Sumeriërs, daar zie je dus ook weer dat er heel veel Baal-invloeden waren. Want ze hadden beelden of tempels of dingetjes. Met allemaal een eigen god. Dus, en dat kom je ook straks weer tegen als we het over Babylon hebben. Want Irak heeft echt een hele indrukwekkende geschiedenis. En daar komt dus ook veel van de Babylonische spraakverwarring vandaan. Al die tijd werd Sumerisch neergeschreven in het spijkerschrift. Maar toen in Mesopotamië eerst het Aramees en later het Grieks werden respectievelijke alfabetten. De dominant gebruikte talen werden. Verdrongen ze het spijkerschrift, waardoor ook het Sumerisch verdween. Vele generaties geleerden uit het oude Mesopotamië hebben zich daardoor deze taal eigen moeten maken als onderdeel van hun opleiding tot schrijver. De bewaard gebleven woordenlijsten die voor dat doel gebruikt werden, zijn van onschatbare waarde geweest voor het moderne wetenschappelijk onderzoek. Dus zodat het niet verloren ging, hebben geleerden die taal altijd moeten leren. En dat is natuurlijk ook wat ze een hele tijd nog op scholen, zeg maar het Latijn gingen onderwijzen aan mensen. Ook al werd het niet meer gesproken, bijvoorbeeld op Atheneum of gymnasium, dan moet je eigenlijk het Latijn leren. Omdat heel veel woorden natuurlijk van het Latijn afstammen, zodat je begrijpt wat er nou eigenlijk staat. Volgens mij is het tegenwoordig niet meer een verplichte taal die je kan kiezen. Of die je moet leren als je op gymnasium Atheneum zit. Maar ook natuurlijk zodat dingen niet verloren meer gaan. Maar ja, heel veel verandert er nu. En het liefst willen ze natuurlijk ook dat het verbastert, zodat je niet meer weet waar ze het over hebben. En dit is dus het Sumerische. Nou, dan gaan we naar Irak. Nou, Irak. Wat is nou Irak? De geschiedenis van Irak voor zo'n 10.000 jaar terug, heb ik net uitgelegd. Eerdere benamingen waren Sumerië, Akkad, Chaldea en Babylonië. En het tweestromende land Mesopotamië. Nou, als we dus naar Babylonië gaan, dan hebben we hier de derde dynastie van Ur. Rond 2120 voor Christus wist de Sumerische vorst Utu-Genal van Uruk zijn voet op de nek van Trikeran, de laatste Guti-vorst te zetten. Nou, vorsten en van adel, nou, dat is allemaal nog van de Levieten. En die natuurlijk zichzelf als enige zagen, de enige verbinding tussen God en de mens. En die vonden dat zij zichzelf als adel mogen kronen. Want hun waren natuurlijk ook de landveroveraars. He, daar komt misschien ook wel het merk Landrover vandaan. He, dan moet je ook maar eens nadenken over het automerk Landrover. He, ze veroverden en roofden landen. Ja, dus heel veel is daarna terug te herleiden. En Ur-Nammu is vooral bekend van Sikkurats, die hij in verschillende steden oprichtte. Zij stonden waarschijnlijk model voor het verhaal van de Toren van Babel. Nou, de Toren van Babel, dat is ook zo'n verhaal uit de Bijbel, Genesis, waarin verteld wordt dat het Sumerische volk eigenlijk de grootste toren wilde gaan bouwen en dat ze daar misschien wel mee beroemd zullen gaan worden. Nou, toen is God gekomen, de Heer, zoals ze dan zeggen. En die heeft de Babylonische spraakverwarring ingebracht, zeg maar. Maar ja, niet zozeer, ze staat niet in als Babylonisch, maar hij heeft spraakverwarring gebracht, waardoor mensen elkaar niet meer gingen verstaan en niet meer gingen begrijpen. Nou, en dat is heel interessant, want als je helemaal gaat onderzoeken wat languages betekent, dus languages, daar ga ik later nog op terugkomen, dan begrijp je veel beter
dat ze expres zoveel verdeeldheid hebben gezaaid, zodat mensen nooit meer, nooit meer, wil ik niet zeggen, maar in ieder geval heel lastig nog zichzelf kunnen terugvinden en elkaar niet meer gaan verstaan. Want dat verdeel en heers komt dus van de spraakverwarringen. En deze toren van Babel, ik denk dat het vooral een hypothese is geweest. Maar goed, dat jij niet in je ego gaat. Want ja, ze wilden de grootste toren en dat ze beroemd werden. En dus ze zeggen, er is een trap gevonden die omhoog ging. En maar doordat de Heer het gestopt heeft, hebben ze die toren nooit kunnen afmaken. En een heel lange trap of zo, 90 meter of zo. Ja. Dat kan natuurlijk ook allemaal later gebouwd zijn om een soort van toeristenpleister te worden. En weet je, dat heb je ook zoveel van die toeristenplekken die gewoon later zijn gekomen. En dat heb je ook zoveel, heel veel toeristenplekken die gewoon later gebouwd zijn voor de toeristen. Ik bedoel, dan heb je volgens mij de Maya's of nee, de Inca's geloof ik, Inca-tempels. Die zijn ook gewoon gebouwd in ergens in Europa. Gewoon helemaal hetzelfde nagebouwd. En dan ergens, weet ik veel waar, op een berg. Ook een toeristenpleister. Nou, dat je echt denkt van, waar gaat dit over? En dan werd er echt een geschiedenis achter gecreëerd. Oh, dat was heel oud. En mensen wouden dat natuurlijk zien, dat ze iets van de geschiedenis kenden. Dat heeft helemaal nooit bestaan. Dat is toch erg. Zo hebben dat met heel veel dingen gedaan. Gewoon toeristentrekpleister van gemaakt en helemaal nooit waar geweest. Nou, dan de Toren van Babel. Wat was nou dus die Toren van Babel? Ja, als we ook naar de etymologie gaan van Toren van Babel, dan betekent Toren van Babel, Babylon eigenlijk, de poorten van God. Even kijken, de Toren van Babel is een mythisch bouwwerk uit de Hebreeuwse Bijbel, het verhaal in Genesis. Over de Toren van Babel is heel oud. Reeds de vroege Joods-Hellenistische historicus Eupolemeus, begin 2e eeuw voor Christus, schreef al over de bekende toren. Ja, kijk, heel oud. Ik vind, die geschriften zijn niet meer zo heel oud als je zo terugkijkt. Denk je, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Ik denk 20 miljoen jaar of zo vind ik pas oud. Maar waar wij het hier over hebben is nog geen 2000 jaar geleden, maar misschien 3000, 4000 jaar geleden. Dan denk je, nou is dat het. De vertaling van Genesis met toren is onzeker. Het woord wordt in de Hebreeuwse Bijbel gebruikt als citadel. Nou, citadel, het woord, komt weer voort van city. Ja, dus een stad. De opvallende woordverbinding stad en citadel. Ja, dus heeft met elkaar te maken. City, citadel. Kan duiden op een ommuurde stad waarin een verhoogde, van ver zichtbare citadel Acropolis staat. Dat komt overeen met beelden uit de Oud-Zuidwesten-Azië en uit Oud-Egypte. Van een dergelijke citadel zou een stadspaleis, hoofdtempel of andere gebouwen deel kunnen uitmaken. In het verhaal in Genesis werd er op aarde nog één taal gesproken en trokken na de zonvloed alle mensen in oostelijke richting en vestigden zich op de vlakte van Sinear. Daar bakten ze stenen en zeiden, laten we een stad bouwen met één toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken en we zullen niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die mensen aan het bouwen waren. God veroorzaakte een spraakverwarring, zodat mensen die eerst één taal hadden, elkaar niet meer konden verstaan. De bouw van de stad en de toren werden gestaakt. God verspreidde vervolgens de mensen over de aarde. De stad kreeg de naam Babel. Maar Babel was dus later, of dat was volgens mij eerst, Baal. Ja. En het heette hier namelijk Balal, Babili, Babilium. En het was de bedoeling dat het poort van God, de goden, interpreteerde. Maar het is gewoon van de god Baal waar het vandaan komt. Dus de stad Babylon, en daar komt ook dus de Babylonische spraakverwarring vandaan, ja, heeft met Baal te maken. Kijk, en hier is ook weer het ego in terug te vinden. Hè? Dat mensen dus de grootste toren wilden maken en daarmee beroemd wilden worden. En hè, dat we niet verdeeld en dat ze niet verspreid zullen raken over de hele wereld. Dus ze willen alles bij zichzelf houden. En dat je niet kon reizen en dat soort dingen. Nou, daar heeft dan God
een stokje voor gestoken, zeg maar. En, maar ja, dat is niet God zelf geweest. Er is een volk geweest, de Babyloniërs, ja, wat ook wel crypto-joden genoemd wordt, of de Zionisten, die die tijd dat voor zichzelf gingen nemen en dachten van, hé, dat is erg interessant. Want als wij nou iedereen verdelen, dan hebben wij daar macht over. En daar komt dus ook het woord languages vandaan. Want Lan was een draak. Lan is de vrouwelijke Chinese en Vietnamese naam voor orchidee. De Vietnamese Lan veranderde dit in de mannelijke context die eenhoorn betekent, afkomstig van Ki Lan. Nou, je hebt ook tegenwoordig een tekenfilm op Netflix. En dat gaat over een draak. En dat is wel heel grappig, want dan ben ik dit net aan het lezen en dan komt er een nieuwe film uit. En die kleine die wil dat dan zien. En dan denk ik, verrek jongens, precies alles wat ik net gelezen heb en allemaal net uitgevonden heb hoe dat allemaal zit. Want die draak heet dus Lan. En dat kom ik dus zo op terug en dan weet je dus waarom het dus Lan heet. Afkomstig van Ki Lan. Wanneer Ki Lan van het Vietnamese naar het Latijn wordt vertaald, krijgen we het woord unicornis. De Ki Lan was een drakenachtig wezen waarvan werd gezegd dat het alleen de edelen beschermde. Het was ook bekend als Kulin. Gu is de god van de oorlog in de Dahomey-mythologie. Dus nu hebben we Lan, een monster dat de edelen beschermt, en Gu, de god van de oorlog. Leeftijd is de leeftijd op leeftijden van de dierenriem. Vandaar dat Lan Gu Ages de oorlogsmonsters zijn die de edelen op de gouden goden door de eeuwen heen beschermen. Het taalsysteem is een effectief hulpmiddel om ons te helpen met elkaar te communiceren. Vanwege onze onwetendheid over de kracht van woorden hebben de duistere krachten, valse goden, het echte eeuwenlang tegen ons gebruikt om oorlog te voeren tegen de mensheid. Ze hebben het taalsysteem, ja, dus het taalsysteem gebruikt om de mensheid te verdelen en te voorkomen dat we communiceren met mensen die een andere taal spreken. Dit maakte het voor de handlangers van de duistere magiërs gemakkelijker om oorlogen tussen naties te creëren en ons daarom te misleiden om met elkaar te vechten. Waardoor we de echte daders niet aansprakelijk en verantwoordelijk konden stellen voor hun misdaden tegen de mensheid. De duistere krachten zijn geobsedeerd door oorlog, omdat oorlogen veel dood en vernietiging veroorzaken en daarom een grote hoeveelheid angstenergie genereren voor de duistere krachten om zich mee te voeden. Op het diepere niveau zijn oorlogen offerrituelen om negatieve energie te genereren en te voorkomen dat we onze frequentie boven bepaalde niveaus verhogen, waardoor het moeilijker voor ons wordt om naar een hoger bewustzijnsstaat te stijgen. Nou, en dat is precies wat het dus is, jongens. Alleen, ik wil hier wel eventjes op inhaken, want er gaan ook heel veel verhalen de ronde dat de reptilians of de dragons, hè, dus de mensen die zeg maar zo'n lage bewustzijnsstaat heeft ja, ontwikkeld. Hè, die monsters die nu genocide plegen en alleen maar oorlogen voelen, dus deze duistere magiërs, die moeten deze dingen doen om in die duistere energie te blijven. Ja, dus die vermoorden en moorden zoveel. Om, anders gaan ze stijgen naar een hoge beurs en krijgen ze een geweten. En dat willen ze natuurlijk niet. Dus die rituelen die blijven maar doorgaan om hun macht te willen behouden. Die ze hebben over de mensheid in deze hypnose. Want er is eigenlijk totaal geen macht voor niemand. Niet alleen maar macht van de goddelijke eigenschappen. Die liefde is waar je alles mee kan. Ja? Dus dit is een totale hypnose. Omdat we niet meer weten wat we zijn en wat we kunnen. Nou, wat is er nou gebeurd? Wat er nu in de ronde gaat dus, en daarom wil ik jullie daarvoor behoeden dat jullie daar niet door laten misleiden, want het is een hele negatieve energie en het is ook een, alsof de wanhoop, er is alleen nog maar wanhoop eigenlijk. En nee, ik kijk daarvoor uit, want er gaan natuurlijk zoveel bewegingen zijn, er zijn zoveel stromingen en zoveel gedachtenvisies en zoveel nieuwe ideeën die weer dingen kunnen veroorzaken waardoor je
eigenlijk geen hoop meer hebt of geen gevoel meer hebt van dat jij goddelijk bent. Ja? Dus wat wordt er nou gezegd? Er wordt dan gezegd dat de duistere magiërs, dat zijn dus aliens en dat zijn reptilians en dragons. En want dat kan niet van een mens afstammen. En daaronder hebben ze een lichaam. Ze hebben een masker op of een, weet ik veel, een verpakt. Ze doen zich voor als mens, maar ze zijn monsters of aliens. De greys of weet ik veel hoe je het allemaal mag noemen. En die hebben de mensheid geschapen, dus gecreëerd, zeggen ze. Zijn niet mijn woorden, ik ben het totaal niet mee eens, maar dat is dus wat ze zeggen. Dus die hebben de mensheid gecreëerd, geschapen. En die hebben hun geschapen omdat de mensheid het voer is voor deze aliens. Ja? Dus ze blijven in leven door het bloed te drinken, het vampirisme. Ja, wat ze dus gebruiken ook met het adrenochroom om in leven te blijven. En dus wij zijn eigenlijk inderdaad het vee. Hè? Ze voeden zich met ons. Nou, energetisch gezien zeker weten. Ja, ze voeden zich ook met ons. Alleen wij zijn niet geschapen door hun. Want ik zeg dan, hè, want ik heb heel veel gesprekken met mensen gevoerd die dus van dit soort bewegingen zijn, helemaal prima. Maar ik zeg dan van, nou, hoe kan zoiets negatiefs, zoiets slechts, zoiets duivels, zoiets moois als de mens creëren? Toch? En, want iets wat zo negatief en zo slecht is, kan niet zoiets creëren zoals wij. Ja, wij zijn zo perfect, zo'n uniek, zoiets bijzonders, zo'n intelligentie in ons. Elk detail is prachtig en wij hebben de vrije wil. Als hun ons hadden geschapen, zouden ze ons zeker nooit de vrije wil gegeven hebben. Ja, want ja, dan hadden ze ons wel gewoon doofstom gemaakt. Gewoon gerobotiseerd waar ze nu eigenlijk mee bezig zijn door middel van de shot. Maar in ieder geval, en ook, wat ook nog zo'n misleiding is, dus wij zijn het voor de reptilians. Nou, ja, maar dan gaan we dan nu een einde aan maken, want we gaan terugvechten. We komen er nu achter dat wij het vee zijn, hè, dus dat wij geschapen zijn door hun. En dan gaan we er tegen vechten en dan gaat het een einde komen. Ik zeg, nou oké, als jij dan zo denkt, dan vecht je dus nu tegen je eigen vader en moeder. Toch? Want zij hebben jou geschapen. En ja, dat is natuurlijk weinig antwoord wat opgegeven. En dan gaan mensen er toch over nadenken. Ja, oké. Okay. Dus dan ben je eigenlijk eeuwig in oorlog met je eigen vader en moeder. Want die hebben jou gemaakt als voer. Dit klopt niet. En ik wil daar ook voor waken dat je daar niet door laat beïnvloeden. Want dan zou je altijd een bastardkind zijn. Of een kind van de nachtmerrie duivels. En dan zou je nooit kunnen stijgen naar een hoger bewustzijn. Want dat zou dan niet bestaan. En ja, dan zou je er maar mee moeten leren leven en moeten leren dealen. En dan zou je altijd dan ook misschien wel een soort van gevoel hebben dat het niet helemaal klopt. Dat je bestaat en dat je leeft en dat je gecreëerd bent. En dat je een genetisch gemanipuleerd wezen bent of weet ik het veel allemaal. En kijk, jouw ziel is onsterfelijk. En dan hebben ze natuurlijk over die golden plasma, hè, de gouden plasma wat ze willen hebben. En dat zit dan in je pijnappelklier. En absoluut, er zit enorm veel kracht. Wij zijn ook gewoon, een goddelijk wezen met immense krachten. En, maar ze houden ons in een hypnotisch weer. Wij zijn niet geschapen door aliens. Ja? Al deze wezens zijn wel geschapen door God. Maar ze zijn niet gecreëerd om die reden. Ja? Dus het muteert zich eigenlijk door hun eigen vrije wil, door hun eigen gedachtekracht, hoe zij zichzelf het liefst graag zien. En alles wat jij visualiseert, dus wat jij denkt en wat jij bedenkt in je hoofd, dat word je. Daarom ga maar eens voor de spiegel zitten en kijk naar jezelf. Observeer jezelf, bekijk jezelf en zeg nou eens, ik hou van jou. Ja? Zeg dat tegen jezelf, ik hou van jou. Wat ben jij knap, wat ben je mooi. Praat eens tegen die cellen, ja? Praat eens tegen je huid. Praat er eens tegen en wees je bewust ervan dat het ook naar je luistert. Ja?
Die cellen luisteren naar jou. Als jij al denkt dat je hand naar links of naar rechts gaat, dan gaat het al automatisch omdat jij daar opdracht voor geeft. Dus het luistert naar je. Weet je er bewust van dat het naar je luistert? Dus nee, laat je niet misleiden in een negatieve spiraal dat jij gecreëerd bent door aliens en bla bla en dat jij het voer bent voor hun. Want dan ze zouden iets wat zo negatief, zo duivels is, kan alleen maar lelijke dingen veroorzaken. Daarom doen ze ook genetisch manipuleren met mensen, dieren met mensen kweken en mengen en ja, dat soort dingen eigenlijk. En dan hebben ze natuurlijk het nieuwe ras wat ze graag naar buiten willen brengen. En het transras om alles maar. Ja, ze willen spelen voor God. Ja? Ze zijn zelf nu bezig inderdaad een ras te creëren. Maar een ras van de mensheid. Want ze zijn niet in staat namelijk voor God te kunnen spelen. Dat kan niet, want je bent het licht. Dan zouden ze naar het licht moeten keren om voor God te willen spelen. En dan zouden ze alles doen vanuit het licht. Want je bent het. Dus je kan niet op een andere manier voor God spelen. Ja, voor een hypnotische God kan je spelen. Ja, voor een nepgod kan je je voordoen met allerlei soorten wetenschappelijke dingen en manipulaties en genenmanipulaties. Wat ze allemaal nu doen met die experimenten en weet ik het allemaal. Dus een groot experiment is het hier voor hun. Maar dat kan niet als jij met het licht bezig bent. Ja? Je kan geen, ze kunnen never, nooit voor God spelen als ego. En dat is ook mooi, het Grieks namelijk, kom ik allemaal nog op terug jongens, want we gaan ook naar het Grieks alfabet natuurlijk. Daar stamt ons alfabet natuurlijk weer vandaan. En als je ik zegt in het Grieks, dan zeg je ego. Ja? Dus ego betekent ik in het Grieks. Nou, lekker dan. Dus dat is het ego. Dus een persoonlijkheid die jij jezelf hebt gegeven. En wat heel erg interessant is, want inderdaad, hun noemen het beestje wel bij de naam. Ja. Je hebt een ego gecreëerd die je niet bent. En jij bent niet die ego. Ja, dan zeg je wel ik, dat ego. Maar ja, dat ik is niet jij. Ja, dat is een gecreëerde ego. Nou, lieve mensen. Hier heb ik natuurlijk mijn prachtige, mooie posters. Om jezelf opnieuw te herprogrammeren met positieve energie, positieve woorden. Hang ze overal lekker op waar jij wilt het hangen. Dat kan natuurlijk op je kantoor of bij je toilet of boven je bed of ergens waar je gewoon veel komt. En dat is hartstikke leuk ook om als cadeau te geven. En ik geef jullie alleen voor mijn lieve YouTube-kijkers, geef ik jullie 20% korting op de poster. Dus de code is ik hou van mezelf. Dus dan zijn jullie verplicht om lekker te zeggen ik hou van mezelf. Dus dat is natuurlijk ook de bedoeling. Heel veel houden van jezelf. Nou, dit is de poster gezondheid. Ze zijn allemaal gelamineerd. En ze zullen heel veel positieve energie geven. Herhaal ze gewoon dagelijks zoveel mogelijk. Om jezelf in een positieve vibe te hebben. En ik weet zeker dat je heel veel effect hiervan zal hebben. Dus dit is het poster zelfvertrouwen. En de poster liefdevolle relatie. Nou, je hebt die prachtige teksten ook. Je angst overwinnen. Nou, ik heb een hekel aan angst. Blech. Dus altijd zoveel mogelijk kracht te hebben om over je angst heen te komen. Of in ieder geval te overstijgen. Inzicht te krijgen. Dan verdwijnen ook angsten. Ik zal in de volgende video zal ik het dan eventjes hebben over inderdaad hoe kom je van je angst af. Nou, overal waar ik ga in sta, ben ik veilig. Ik word beschermd door de goddelijke kracht van liefde. Nou, lieve mensen, deze poster helpt je om over je angsten heen te komen. Of in ieder geval dat de angsten verdwijnen. Zeg waarheid tegen jezelf. En alle angsten die er zijn, zijn vaak gewoon onrealistisch. Ik laat al mijn oude programmeringen los en creëer vanaf nu mijn eigen positieve, liefdevolle heden en toekomst zoals ik het me wens. Ik ga voor mijn doelen en laat mij door niets of niemand uit harmonie brengen. Ik bezit het goddelijke oneindige Christuslicht in mij. Ik heb vertrouwen in mijzelf. Nou, dan hebben we nog welvaart. Ik ben overvloedig en rijk. Ik ben een gelukkig mens. Mijn geluk kan nooit op. Ik straal van geluk. Door mijn dagelijkse prachtige glimlach inspireer ik anderen ook met geluk, harmonie en blijdschap. Het leven lacht me toe. Dus de poster welvaart. Dan hebben we nog ik hou van mezelf. Heel belangrijk, als je niet van jezelf houdt, nou wie doet het dan voor je? Dan zul je het nooit erkennen als iemand tegen jou zegt ik hou van jou. Dan zal je zeggen, nou, ik weet niet of dit wel zo is, geloof er niks van. Want je doet het niet zelf. Nou,
Ben je nog geen abonnee? Druk dan hier beneden op de knop op abonneren. Misschien enkele video meer van mij. Dan steun je mij ook. Heel veel liefst voor jullie. En tot de volgende video. Doei!